Tijdens een radiogesprek op Urk FM deelde Jacobin, bekend van Urk, een niet mis te verstaande sneer uit naar Yvonne Koldewijer. Ze liet weten, ik vind haar een achterlijk mens. Opmerkelijk genoeg heeft Yvonne Koldewijer nooit negatief over Jacobin gesproken, maar toch lijkt Jacobin geen fan te zijn van de Juiskoningin. Dat vind ik gewoon een achterlijk mens, ja, echt. Haar goede vriend Albert Snoek, die ook aanwezig was, leek niet bekend te zijn met Yvonne Koldewijer. Ik ken die hele vrouw niet, wie is dat? vroeg hij. Jacomine vervolgde met haar mening: Ik denk ook dat zij gewoon gespeeld is. Ik denk dat zij gewoon het hoofd is. Het hoofd van een reclame. Gevraagd naar haar redenering, zei Jacomine: Zij is toch veel te knap voor dat roddelen allemaal? Ik vind haar een knappe vrouw, ik vind haar zeker niet lelijk. Ze lijkt zich echter geen zorgen te maken over eventuele onthullingen over haar op Koldewijers juiste kanaal, over mij valt niet veel te vertellen. Alleen op Urk maar niet buiten Urk. Naast haar verschijning in de reality-serie Urk... was Jacomine ook te zien in het programma Echte Meisjes in de Jungle. In de finale van het programma stond ze tegenover Michelle, de vriendin van Roy Donders. Michelle won uiteindelijk, tot teleurstelling van Jacomine... die nu haar kinderen moet vertellen dat ze tweede is geworden.